De Tuur-familie doorstaat een zware periode van rouw na het recente verlies van Orlando Tuur, de broer van voormalig profboxer Regilio Tuur. Orlando, die lang streed tegen een ongeneeslijke ziekte, overleed op 21 februari, waarna de aandacht nu verschuift naar de gezondheid van hun moeder. In de nasleep van Orlando's strijd tegen de ziekte, waarover eind vorig jaar bekend werd, keerde Regilio terug naar Nederland om voor zijn broer te zorgen en zijn moeder bij te staan. Het overlijden van Orlando werd gemarkeerd door een emotionele uitvaart, waar de familie zich verzamelde om zijn leven te vieren. Regilio benadrukt de waarde van deze eenheid, waarbij hij vastbesloten is om de liefde die Orlando nali te koesteren. De oud-profboxer vindt inspiratie in de moed die zijn broer toonde tijdens het ziekteproces en beschouwt dit als een levensles voor de hele familie. In een eerdere verklaring uitte Regilio al zijn bezorgdheid over de gezondheid van zijn moeder, die nu helaas bevestigd lijkt te worden. Na het overlijden van Orlando is haar gezondheid snel verslechterd, met ernstige astmatische symptomen. Regilio benadrukt de negatieve impact van stress en verdriet op de gezondheid van zijn moeder en onthult dat pas recentelijke verbetering werd opgemerkt. Vandaag was de eerste dag dat haar toestand verbeterde en dat ze weer adem kon halen. Regilio, die ervoor koos in Nederland te blijven, benadrukt de noodzaak van zijn aanwezigheid voor zijn moeder in deze moeilijke periode. De familie Tuur blijft samen staan, sterk in de herinnering aan Orlando en met hoop voor het herstel van hun geliefde moeder.